Hallo allemaal, ik ben Bart van der Sloot en ik ben jurist en filosoof. En ik denk na over technologie en wat het doet met de samenleving. En ik heb een boek geschreven, dat is dit boek. En dat gaat over artificiële intelligentie, over computers die heel erg slim worden. En degene die zometeen aan het eind van het college gaan we een spel spelen, het beste weet, het meeste weet over computers, die mag dat boek hebben. Ja? Dus heel goed opletten. Ga zometeen eerst een keertje proefdraaien en dan aan het eind van het college gaan we het voor het echi doen. Ik ga jullie iets vertellen over robots, menselijke robots die er echt uitzien als mensen. Iets over deepfakes, plaatjes die lijken echt te zijn, maar nep zijn. Augmented reality, de realiteit zoals we hem zien, maar dan met computerplaatjes erop geplakt. En virtual reality, waarin je helemaal in een droomwereld stapt. We gaan eerst even proefdraaien met de petjes. Kennen jullie het spel petje op petje af? Iedereen moet staan. En het zijn steeds vragen waar je een petje op hebt of een petje af. En degene die het fout heeft, moet gaan zitten. En degene die het goed heeft, mag blijven staan. Over 15 jaar zijn robots zo slim en snel dat ze eigenlijk in alles beter zijn dan mensen. Wie denkt dat dat klopt, doet zijn petje op. Wie denkt dat dat niet klopt, doet zijn petje af. Oké. Dit is de vraag. Iedereen mag blijven staan. Er is geen correct antwoord. Oké. Sommige mensen zeggen dat robots over 15 jaar inderdaad zo slim zullen zijn dat ze eigenlijk mensen kunnen gaan vervangen in bijna alle banen. Dus papa en mama hebben geen werk meer, robots gaan dat doen. Over 30 jaar zijn robots zo lief en aardig dat meer mensen een vriendje of vriendinnetje willen zijn met een robot dan met een mens. Oké. Iedereen mag nog steeds blijven staan. We weten het niet. Er zijn weer mensen die zeggen dat dat waar is. Er zijn mensen die voorspellen over zoveel jaar zijn robots zo lief, zo sociaal, dat ze eigenlijk veel beter kunnen reageren op mensen dan sommige echte mensen die soms heel naar zijn en vervelend. Oké. Over 5 jaar zal meer dan 90% van alle foto's, video's en teksten op het internet door artificiële intelligentie zijn gegenereerd of gemanipuleerd. Oké. Degene met het petje op mogen blijven staan. De anderen moeten gaan zitten. Dit is waarschijnlijk waar. Er is nu al zoveel content, teksten, video's en beelden door AI gegenereerd of gemanipuleerd. Zoals deze oude meneer, die heeft zichzelf jonger gemaakt. Dat waarschijnlijk over een aantal jaar bijna alles op het internet door AI is gemanipuleerd of gegenereerd. Degene die blijven staan. Weer een vraag. Computerprogramma's kunnen bijna alle fake beelden eruit filteren. Oké, petje af mag blijven staan. Petje op gaan zitten.
Laatste vragen. Dit is even om te testen. Aan het eind gaan we het voor het echi doen voor het boek. Ik zelf kan bijna altijd zien wanneer beelden of teksten door AI zijn gegenereerd of gemanipuleerd. Petje op, dat kan ik. Petje af, dat kan ik niet. Nou, bijna niemand heeft zijn petje op, dat klopt. Dat kan je heel moeilijk zien, maar precies dit gaan we aan het eind van het college testen. Wie het beste kan zien of een beeld is gemaakt door artificiële intelligentie of niet. Oké, iedereen mag gaan zitten. Ik ga jullie een filmpje laten zien van een robot. En ik ga kijken of die het ook doet. Nee, die doet het niet. Hoe gaan we dit doen? Ik denk even escape en dan gaan we naar de... Oh, daar staat hij. Ja, ja, dit is hem als het goed is. Nobody cared to meet a sweet old-fashioned girl. Hey, figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Okay, dit was even om te laten zien. Dit is een menselijke robot die we zijn pas in het begin van deze ontwikkeling. Even kijken, dit gaat een beetje onhandig allemaal. Erg onhandig. Oké. En ik hoorde dat achterin ik lastig ben te verstaan. Of kunnen jullie mij horen allemaal? Kan? Oké, super. We zijn nu aan het proberen, en dit is pas 1 of 2 jaar aan de gang, om robots zo te maken dat ze niet alleen spreken en lopen zoals mensen, maar ook echt taken kunnen oppakken, objecten kunnen herkennen en lief zijn. En bijvoorbeeld in Japan worden er al robots ingezet in hotels. Dus daar heb je geen mensen meer die je helpen, maar robots. Er zijn taxichauffeurs die robots zijn of op vliegvelden. Als je gaat vliegen op vakantie, dan kunnen ze je de weg wijzen. Er zijn medische robots die je kunnen helpen bij operaties. Of bijvoorbeeld als opa en oma een beetje eenzaam zijn, dan kan een robot met ze praten, liedjes zingen. Er zijn robonauts, robots die naar de ruimte gaan. Of zelfs worden ingezet voor gevechten. Ze kunnen helpen met leren voor school. Kunnen dansen, kunnen je trucjes leren. Maar er zijn natuurlijk ook gevaren met die robots. Waar blijven al die data die ze verzamelen over al die mensen met wie ze spreken? Zijn die data wel veilig? Als nou iedereen wordt vervangen door robots, tegen wie kan je dan nog praten? Is er dan nog wel echt sociaal contact? Of worden mensen heel erg eenzaam? Is opa en oma nou echt gelukkig als ze met een robot spreken en liedjes zingen? Of willen ze eigenlijk veel liever hun kinderen en kleinkinderen zien? Als papa en mama niet meer werken en alle robots die taken gaan overnemen, wat moet er dan met papa en mama gebeuren? Zitten die dan de hele dag maar thuis? Ook zo'n vraag. En als robots nou heel erg slim worden en heel erg sociaal, kunnen we die dan allemaal inzetten voor onze eigen behoeften? Of moeten die zelf ook rechten gaan krijgen?
allemaal vragen waar jullie over na moeten gaan denken. Want dit wordt jullie toekomst waarschijnlijk. Ander voorbeeld is deepfake technologie. En daarmee kan je eigenlijk een plaatje of een video van een persoon zo vervormen dat hij iets anders doet of zegt dan hij echt daadwerkelijk heeft gedaan of heeft gezegd. Dus je kan mij bijvoorbeeld een video van mij maken. Deze meneer die me hier staat te filmen, die kan dat filmpje nemen en die kan mij dan andere dingen laten zeggen dan ik heb gedaan. Die kan laten zeggen, ik vind deze meneer ontzettend stom, terwijl ik dat nooit heb gezegd. Of wel. Even kijken of dit filmpje het wel doet. Dit is mijn broertje, Cedar Solaris. Altijd bezig met de bal. Hey. Elk weekend gevolgd door de scouts. Zijn droom? Profvoetballer worden. Die droom is weg, want Cedar leeft niet meer. Hij was 13 jaar toen hij werd doodgeschoten terwijl hij met zijn vriendjes aan het spelen was. Op het parkeerdek van metrostation Slingen in Rotterdam. Zomaar. Nu 19 jaar later denken we nog steeds elke dag aan Cedar. Onze familie, zijn vriendjes, de leraren van school, zijn vroegere klasgenoten en natuurlijk zijn teamgenoten van Transvaalia, met wie hij zo graag voetbalde. Na zoveel jaren hebben wij allemaal nog steeds zoveel vragen, maar geen antwoorden. Iemand moet toch weten wie mijn lieve broertje heeft vermoord. Dit was een filmpje van een jongen die is omgekomen. En die hebben ze weer tot leven gewekt. Ze hebben beelden genomen van die jongen, hebben dit filmpje gemaakt en hebben aan iedereen gevraagd die het misschien heeft gezien, meld je, want we missen hem. En dat kan je nu al heel makkelijk doen met zo'n beeld. Dus deze jongen die is al 20 jaar, bestaat hij niet meer. En op basis van 5 foto's hebben ze eigenlijk een heel beeld tevoren getoverd. Wat kan je nou nog meer doen? Nou, bijvoorbeeld, je kan als je geschiedenisles krijgt, wie weet wie dit is? Ja, Napoleon. Napoleon kan je tot leven wekken en zelf bijvoorbeeld een veldslag laten toelichten. Hoe die daar stond, of niet. Je kan met vriendjes en vriendinnetjes uit het buitenland spreken. Bijvoorbeeld, je hebt een Chinees vriendje en vriendinnetje. Die spreekt alleen maar Chinees, ja, alleen maar Nederlands. Dan kan die technologie je automatisch wat je zegt vertalen naar de andere taal en zelfs je lippen zo synchroniseren dat het lijkt alsof jij echt Chinees aan het praten bent. Je kan daar grappige filmpjes van maken. Je kan Dali, een oude schilder, een rondleiding laten geven in zijn eigen museum. Als je online shopt, kan je kijken hoe staat die jas nou op mijn eigen lichaam. Maar je kan ook weer gemeene dingen meedoen. Je kan diefstal laten plegen, bijvoorbeeld door je voor te doen als een heel belangrijk iemand en zeggen, geef mij geld. Je kan nepnieuws verspreiden. En je kan zelfs nepbewijs indienen bij de rechter om de rechter proberen te misleiden. Als laatste voorbeeld, en dan gaan we naar het spel toe, augmented reality en virtual reality. Wat kan je daarmee doen? Ik ga deze ook overslaan vanwege de tijd. Je kan bijvoorbeeld een Pokémon op straat afbeelden en die achterna rennen. Gewoon leuk. Je kan ook, als je bijvoorbeeld in de fabriek werkt, kan je een bril dragen en dan zien welk schroefje je moet aandraaien en welke niet. Je kan een signaal geven. Je kan naar een gebouw toe lopen en dan kan bijvoorbeeld een bril kan automatisch al informatie geven over welk gebouw je nou staat. Boeken kunnen tot leven komen, dus je leest een boek over Pinocchio of wat dan ook. En die komt uit het boek tevoorschijn en kan met je praten. Je kan je bril opzetten en dan gaan rondreizen. Bijvoorbeeld, ik zou nog eens heel graag naar Antarctica willen. Vind ik hartstikke koud. Nou kan ik gewoon in mijn kamer blijven en een levensechte rondreis maken naar Antarctica door middel van virtual reality. Kan het gebruiken in medische settings om weer heel fit te worden als je auto rijdt. Maar ook hierbij zijn weer vragen.
worden mensen, als ze steeds meer in die virtual reality gaan, niet heel erg eenzaam? Sluiten ze zich niet af? Wat zijn eigenlijk de lange termijn effecten? Dus de vraag is, en daar moeten jullie allemaal over gaan nadenken, wat vinden jullie eigenlijk van die techniek? Willen we dat of willen we dat niet? Waar liggen de grenzen? Wie moet die technologie in handen hebben? Voordat we naar de vragen toe gaan en jullie mening, gaan we het spel spelen. Pak allemaal je petje en ga staan. Ik ga jullie steeds twee plaatjes laten zien. Eentje van een echt bestaand persoon en eentje van een nep persoon die er wel heel echt uitziet. En jullie moeten raden welke echt is en welke niet. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Welke van deze twee personen bestaat echt? Petje op de linker persoon, petje af de rechter persoon. Welke bestaat echt? Stop, je moet nu kiezen. Oké. Petje af bestaat echt. Dus de mensen met een petje op zijn af. Zo, dat gaat snel, zeg. Dit is de grootste baas van de universiteit, jongens. Dit is de opperbaas. Weer van de mensen die nu blijven staan. Welke van deze twee personen bestaat echt? Petje op, petje af. Nu kiezen. Petje af bestaat echt. Petje op moet gaan zitten. Dit is een van de organisatoren van vandaag. Daar hebben we dit allemaal aan te danken. Nog een keer. Welke van deze twee personen bestaat echt? Petje op links, petje op, petje af rechts. Welke van deze twee personen bestaat echt? Oké. Petje af bestaat echt. Dit is Aung San Suu Kyi. Dat is een hele beroemde mevrouw in Myanmar. Heel ver weg. Oké. Nu gaan we het moeilijker maken. Onbekende personen. Welke van de twee bestaat echt? Petje op of petje af? Nu kiezen. Petje op. Ik zag je. Bestaat echt. Welke van deze twee personen bestaat echt? Petje op of petje af? 3, 2, 1. Petje op bestaat echt. Wie doet er nog mee? Hoeveel handen hebben we nog? 1, 2, 3... 4, 5, 6. Dat gaat snel. Oké. Welke van deze twee personen bestaat echt? 3, 2, 1. Was een grapje. Ze bestaan allebei niet. Dus iedereen mag blijven staan. Oké. Welke van deze twee personen bestaat echt? Drie,
twee, één. Petje af bestaat echt. Welke van deze twee personen bestaat echt? Petje op of petje af? Petje op bestaat echt. We hebben er nog drie. Welke van deze twee personen bestaat echt? Drie, twee, één. Petje af bestaat echt. Volgens mij hebben we hier een winnaar. Of staat er nog iemand anders overeind? Ja. Kom maar naar voren. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Deze. Wat is je naam? Siep, gefeliciteerd. Jij bent de allerbeste van vandaag in het ontdekken wat AI-beelden kunnen doen. Echt een groot applaus voor Siep. Heel goed gedaan. Oké, je mag weer gaan zitten. Voor alle anderen, hebben jullie een smartphone of hebben papa en mama een smartphone? Dan mogen jullie deze code downloaden. En dan hebben jullie ook allemaal het boek als PDF op je telefoon staan. Het is in het Engels. Dus misschien als het nog iets te lastig is, dan lees je dat later. Of dan vraag je papa en mama om het te lezen. Goed, gaan we nu naar de vragen. Wie heeft er een vraag? Ik zie hier al gelijk iemand die een hele goede vraag heeft. Vangen. Maar je zei bij het beginnen dat als er robots komen, dat er ook geen werk naar de robots gaat. Maar hoe verdienen de mensen geld? Nou, dat is echt een hele goede vraag. Kijk, als niemand meer werkt en de robots dat werk voor ons gaat doen, dan verdien je dus ook geen salaris meer. En er zitten nu mensen heel hard na te denken, wat moeten we er dan mee? En waarover wordt nagedacht is een universeel basisinkomen. En dat is gewoon geld die je aan papa en mama geeft, gewoon zonder iets te doen. Maar waar komt dat geld dan vandaan? Dan moeten die robots voor ons werken, die verdienen dan al het geld. Dan nemen wij als mensen een deel van dat geld terug. En dat verspreiden we dan weer onder de mensen. Maar sommige mensen zeggen, ja, maar die robots werken heel hard. Moeten die robots niet zelf dat geld houden? Of moeten wij niet zelf weer nieuwe banen gaan verzinnen die robots nog niet kunnen? Maar dit is precies één van die vragen, dat is echt heel erg goed, waar nu de knapste koppen in Europa, in de Verenigde Staten over aan na zitten denken. Dus als jij een oplossing hebt, dan is dat echt heel erg goed. Oeh, iedereen heeft een vraag. Ja. waarom hebben robots zo'n gat hier bij deze plekken en niet zo gewoon een gewoon wat mensen hebben? Ja, dat hangt per robot af. En nu zijn ze nog die robots aan het ontwikkelen. Dus soms is er een gat om bijvoorbeeld nog makkelijker bij de schroefjes te kunnen of de draadjes die daarin te zitten. Maar het doel is uiteindelijk om het gewoon, net zoals die gezichten van de net, dat je niet kan herkennen, is deze mevrouw nou echt of is het een robot? Dat je dat niet meer weet. Dus daar gaan we naartoe. Ja. Zijn er ook manieren om AI te herkennen?
Poeh, kijk, als mensen is dat dus heel erg lastig. Hè? Dat hebben we net gezien. Er is één iemand, Siep, die dat heel goed kan. En voor de rest, ik ook niet. Ik kan dat niet. Er zijn computerprogramma's die dat proberen. En die proberen op te sporen wanneer is nou beeld of geluid gemaakt door AI. En die zijn tot nu toe ongeveer 65% van de gevallen kunnen ze zeggen van goh, waarschijnlijk is het door AI gemaakt. Maar naarmate die computers sneller en beter worden, gaat dat aantal waarschijnlijk zakken. En dan is het 40%. Dus het blijft heel moeilijk om dat daaruit te filteren. Blijven er ook nog mensen over dan als die robots heel het leven hebben ingetrokken? Ja, blijven er nog mensen over? Dat vroeg je. Ja, dat is de vraag. En er zijn zelfs mensen die zeggen, nou, misschien is het wel beter als er vooral meer robots zijn en minder mensen. Want mensen die veroorzaken oorlogen en klimaatverandering en robots doen dat niet. Dus misschien zijn we wel beter af als gewoon de robots het overnemen van ons. En wij, nou, misschien lekker op een strand gaan zitten en niks doen. Maar niet nog heel erg dominant zijn in deze wereld. Ja. Zijn er ook dieren als robots? Ja. Robotdieren? Zeker zijn die er. Dus je hebt robothonden en robotkatten en robotdinosauriërs. Het lijkt me echt verschrikkelijk om die in huis te hebben. Nee. Nou, mij niet. Ik zou wel heel graag een robotdinosaurier in huis willen hebben. Het lijkt mij heel erg leuk. Nou, als hij dus heel goed is en heel slim en heel sociaal, dan is die robothond misschien wel nog liever dan je huidige. Emotioneel? Ja, het zou kunnen. Daar zijn ze mee bezig. Laatste aan deze kant. Oh, laatste. Als robots gaan werken en zo, zou dat dan gevaarlijk zijn voor mensen? Of kunnen robots gevaarlijk worden? Dat kunnen ze zeker. Weer een hele goede vraag waar nu heel veel mensen bang voor zijn. Is wat nou als die robots slimmer worden dan mensen en ze vinden mensen eigenlijk heel vervelend? Gaan die robots dan niet heel onaardig tegen mensen doen, bijvoorbeeld? En kunnen we dan als mensen nog dat stoppen? Als die robots slimmer zijn en wij zeggen, ho, stop, nou, dan kunnen zij ons aan, dan zijn ze ons de baas. Dus dat is precies de vraag. Er zijn sommige mensen die zeggen, we moeten helemaal stoppen met deze techniek, want dit gaat ons overnemen, dit is veel te gevaarlijk. Dus dat is een hele goede vraag. Ik heb dat antwoord niet, maar hier zijn heel veel knappe koppen weer mee bezig. Moeten we hier niet iets mee doen? Wauw, wat een goede vraag. Ja, en er zijn volgens mij nog veel meer goede vragen, want ik zie nog een hoop vingers in de lucht. Maar helaas is de tijd op en we hebben over een kwartier alweer een nieuw college hier. Dus als je nog vragen heel graag wil stellen aan Bart, dan ben jij zo nog bij de meet and greet, ja? Toch? Ja? En dan kunnen jullie Bart daar nog vinden en alsnog je vraag stellen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Er zijn, zoals je hier kunt zien, ook nog andere leuke dingen te doen. Workshops van het GoLab, een demonstratie met de VR-bril. En ook een workshop hoe je AI in foto's kunt herkennen. Dus dat is misschien ook nog wel leuk om te doen. Want misschien word je er dan wel iets beter in en win je de volgende keer ook. Eén ding nog. Ik wil alle petjes graag terug hebben, want die kosten veel geld. Ja. Ik wilde het net zeggen, je kunt ze bij mijn collega's Sanne en Linda volgens mij achterin inleveren voordat je naar buiten loopt. En een heel groot applaus voor Bart. Dankjewel.